Hoi, in deze video ga ik je laten zien hoe je het voor jezelf gemakkelijker maakt om gezond te eten. En om de juiste voeding in je lichaam te stoppen. Want ik gok zo dat jij gezond wil zijn. Net als ieder ander mens. Maar toch kiezen we er vaak voor, over het algemeen spreek ik dan, om ongezonde dingen, troep, gif, in ons lichaam te stoppen. What the fuck zouden we dat doen, denk je dan? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nou, ik ga je meenemen in... een stukje van mijn verhaal en hoe je het voor jezelf gemakkelijker kunt maken gezond te eten en om gewoon te kiezen voor datgene waar je je wel goed bij voelt in plaats van datgene waar je je niet goed bij voelt. Want kijk, McDonald's, allemaal heel leuk, maar voel jij je daarna echt goed? Ga je daarna lekker sporten naar die McDonald's omdat het zoveel goede voedingsstoffen geeft? Nee. En ik zeg niet dat je nooit iets lekkers mag eten. Jij mag het allemaal doen. Heel veel plezier ermee. Maar er zijn twee dingen belangrijk. Is één, wat doet het met jou? Met jouw lichaam, met jouw lichamelijke gezondheid. Maar wat doet dit nog veel belangrijker misschien wel? Met jouw energieniveau. Hoe voel jij je nadat jij dit of dit hebt gegeten? Dat is waar... in mijn beleving de verandering ligt, is bij de bewustwording van wat het nou eigenlijk met je lichaam dus doet. Ik heb hier een aantal voeding, eten voor me liggen, natuurlijk eten, waar ik me op focus. Dat zijn vier dingen en wat troep. En ik zal beginnen met de troep. En ik ben benieuwd, als ik dat laat zien, welke gedachten er dan in je opkomen, welke gevoelens er dan in je opkomen. Pas, cola. Pas, chocoladepindas. Lekker denk je misschien wel. Of misschien ook niet. Chocoladereep. Een of andere gekke chocoladecakejes. Tijgernootjes. En nou ben ik benieuwd. Ik heb natuurlijk allemaal eten laten zien. Wat eigenlijk helemaal geen eten is. Dan denk je, ja, is toch gewoon eten? Ja, maar is dat wel echt eten? Of is dat door de mens gemaakt? En dat is een vraag die je sowieso gaat helpen en die mij scherp houdt, is wat ik nu ga eten of wat ik nu verlang. Is dat door de natuur gemaakt of is dat door de mens gemaakt? Want eerlijk, bijna alles, niet alles, maar bijna alles wat door de mens is gemaakt, dat is gecreëerd in een fabriek of wat dan ook, is gewoon niet goed voor je. En het is eigenlijk best schrikbarend dat dan de Appie en de Jumbo helemaal vol ligt. Allemaal zooi en gif die gewoon fucking slecht is voor je lichaam. Maar jij hebt natuurlijk nog steeds een keuze om het juiste te kiezen. Dus ik vind het grappig wat dit met je brain doet. Als ik bijvoorbeeld, ik heb één zwak voor iets wat zooi is. En dat is kinderdingers, kinderchocola, Bueno's. Als ik dat zie, krijg ik allemaal seintje in mijn brain van... Dat is lekker. Maar toch heb ik mezelf zo geprogrammeerd dat ik niet zo snel me daarin verlies. En nu ga ik je een aantal dingen laten zien. Zoals een mooie oranje paprika, kiwi, perzik. Is een perzik? Pruim bedoel ik. Pruim. Avocado, appel, tomaat, ongebrande noten, ongebrande amandelen. En hennepzaad. En nu laat ik jou deze dingen zien. Dus zaad. Ja, zaad. Noten. Ongebrande noten. Fruit. Avocado is ook fruit. Valt onder fruit. Tomaat trouwens valt ook onder fruit. Maar ik doe gewoon of dat een groente is. En een paprika en groente. Dus dat zijn vier dingen waar ik me op focus. Is... wat niet door de mens gemaakt is. En dat is het volgende. Groenten, fruit, noten en zaden. En dat is zowat al niet het enigste wat we daadwerkelijk echt nodig hebben. Deze natuur waar wij uit zijn ontstaan, is voor ons gecreëerd om ons te voeden, om ons in leven te houden. Nou word je ook misschien van alles wijs gemaakt, dat je, weet ik het, wat allemaal nodig hebt. Maar... ja, uiteindelijk zijn in ieder geval voor mij persoonlijk dit
70-80% wat ik eet. En ik voel me daardoor fucking energievol. En ja, dit. Wanneer je dit eet. Ik voel me dan gewoon fucked up. En misschien heb je bij jezelf nog niet super bewust door. Omdat je daar onbewust van bent. Maar wanneer je dus bewust bezig gaat met dat wat je eet. En dat wat het met je energieniveau doet. Dan kun je daarin gemakkelijker iets gaan veranderen. Want dan ga je gewoon opmerken van fuck ja. Wat heb ik er eigenlijk aan om dit te eten? Het is niet goed voor mijn lichaam. Ik voel me er slecht door. Ik word er eerder ziek van. Waarom zou je jezelf dat aandoen? Is dat zelfliefde? Kun je jezelf afvragen. Een volgende ding is zo dicht mogelijk, wat eigenlijk hierop aansluit, is zo dicht mogelijk bij de bronnen eten. En wat bedoel ik daarmee? Zo dicht mogelijk bij de natuur eten. Dus, kijk, eigenlijk, deze tomaat die komt dan uit de supermarkt. En deze is al een stuk verder verwijderd van de bron. Wat is dan het dichtste bij de bron? Een tomaat uit je eigen moestuin. Dus eet zo dicht mogelijk bij de bron, want hoe verser, hoe sowieso lekkerder ook en hoe gezonder het voor jezelf is. En nu ben ik geen voedingsdeskundige, dus succes met wat je hiermee doet. Neem gewoon mee wat voor jou bestemd is. Je hoeft niet alles wat ik zeg op te volgen ofzo. Maar wat mij, waardoor het bij mij moeiteloos is gegaan, komen we bij het volgende punt, is dat ik gewoon voel wat ik nodig heb. Dus niet jezelf verliezen in, oh ik heb zin in dit. Nee, gewoon weten. Je weet heel goed dat niet goed voor je is. En nou zeg ik niet dat je dan slecht bent als je het wel pakt. Hè? Heel veel plezier allemaal. Het maakt me echt allemaal geen drol uit. Maar ik ben gewoon gaan voelen van, wat heeft mijn lichaam nodig? Waar heeft mijn lichaam behoefte aan? Dus ook vandaag had ik behoefte aan een banaan, een appel en een kiwi. Morgen heb ik misschien weer, heeft mijn lichaam weer behoefte aan bijvoorbeeld een avocado en een tomaat en een dit. En een paprika. Dus voel gewoon. Je hoeft niet altijd alle kennis te hebben over wat dan allemaal perfect gezond is. Natuurlijk is er wel enigszins kennis nodig. Maar ik denk dat jij met je gezonde weten, niet verstand, maar gezonde weten, jouw diepe weten in jezelf, hartstikke goed weet wat gezond is en goed is voor jou. Dus in deze video wilde ik je gewoon even kort meegeven van check in bij jezelf, wat heeft mijn lichaam nodig? Waar heb ik behoefte aan? En wat voelt goed? Wat doet het met mij? En kies gewoon wat vaker, zoveel mogelijk, voor het eten wat de natuur jou heeft gegeven. Natuurlijk eten. Dat is waardoor ik me elke dag, onder andere, super energievol voel. Het voelt ook echt gewoon, oh, ik zorg goed voor mezelf. Dus het is gewoon zelfliefde. En neem mee wat je mee wil nemen. Het is weer jouw keuze. Blijf bij de keuze waarvan je diep van binnen weet dat het goed voor je is. En dan zie ik jou in de volgende video. Like deze video. Abonneer voor meer. Laat me weten wat je eraan hebt gehad. Of je een vraag hebt over iets wat hiermee te maken heeft. Of een vraag over iets totaal anders. En zet je notificaties aan voor de volgende video. Zodat je op de hoogte blijft. En dan zie ik jou in de volgende video. Geniet van het moment. En dat was het.